Dit is Heerveld, een klein gemoedelijk dorp in de Betuwe. En dit is de Willy Broiderschool, een katholieke basisschool waar iedereen welkom is die zich denkt thuis te voelen, zo staat op de website. De school telt bijna 300 leerlingen. Wat gaat er op deze school veranderen door passend onderwijs? Ik denk niet dat er heel veel gaat veranderen. Wij wonen hier in een dorp, wij hebben hier een plaats in de gemeenschap. En het is voor een school in een dorp heel lastig om tegen een ouder te zeggen, ik denk niet dat jouw kind bij ons op school past. Met passend onderwijs geldt voor alle scholen de zorgplicht. Een school mag een kind niet weigeren. Voor deze school verandert er echter niets. Hier proberen ze alle kinderen die zich aanmelden ook aan te nemen. We hebben een ambitie als team uitgesproken, een hoge ambitie. In principe mogen alle kinderen uit ons dorp bij ons op school komen. En dan gaan we kijken, wat is de hulpvraag? Hoe gaan we de zorg organiseren? En mocht het überhaupt helemaal niet lukken, dan gaan we samen met de ouders op pad om te zoeken naar een oplossing. De school telt 13 leerlingen met een rugzakje. Zorgleerlingen dus. En het doel is dat al die leerlingen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Maar zijn leerkrachten wel deskundig genoeg? En we hebben toen gezegd, eigenlijk zouden we als team ook de kennis moeten hebben. De kennis die er op het speciaal onderwijs is, die er in de clusters is, die zouden we eigenlijk ook op school moeten hebben. Dus er zijn heel veel cursussen gevolgd, nascholingen op allerlei gebied zijn mensen geschoold, bijgeschoold, opleidingen gevolgd. En als directie hebben we dat heel met graagte ondersteund, hebben we veel in geïnvesteerd. Alle zorgmiddelen die we krijgen van het samenwerkverband en van het Rijk worden ingezet voor de zorg. Maar op school hebben we daar ook extra op geïnvesteerd. Door passend onderwijs zullen leerkrachten meer te maken krijgen met leerlingen die iets hebben, zoals autisme. Dit is Sandra, ze is intern begeleider. Ze ondersteunt leerkrachten die problemen hebben met leerlingen. Dan ga ik eerst die leerkracht helemaal bevragen over wat hij allemaal al heeft gedaan. En wat er goed is gegaan en wat minder goed is gegaan. Wat de problemen zijn waar hij tegenaan loopt. Nou, dan ga ik vaak kijken in de klas of het ook echt zo gaat zoals de leerkracht zegt. En wat er tussen de leerkracht en het kind gebeurt en tussen de andere kinderen. Dan ga ik erover nadenken wat we nog aan tips of mogelijkheden binnen de school hebben die we nog kunnen gaan toepassen. En dat ga ik op papier zetten. Dat wordt een plan, vaak een jaarplan of een halfjaarlijks plan met 3 doelen. Meer doe ik niet. En daar gaan we dan met de ouders ook over praten. Van deze doelen willen we gaan bereiken met dat kind. En daar proberen we dan aan te gaan werken. Als een intern begeleider en een leerkracht er samen niet uitkomen, wordt Hester ingeschakeld. Zij is ambulant begeleider en heeft meer kennis in huis over achterliggende problematieken. Normaal wordt een ambulant begeleider ingehuurd op oproepbasis. Maar de Willy Broiderschool heeft Hester voor een vast aantal uren in dienst genomen. En dat werkt goed. Ik denk dat, het heel erg goed zou zijn, en zeker richting passend onderwijs, dat je een soort combinatie krijgt van AB en IB. Omdat ik merk dat er heel veel expertise binnen de scholen is, maar scholen zich daar nog niet echt bewust van zijn. En een AB'er kan ervoor zorgen om de school daar bewust van te maken en aanvullen waar nodig. En de IB'er is toch wel de spil, zeg maar, die vanuit de klasse de eerste signaleringen krijgt. En die kan dat dan doorspelen naar de AB'er en het samen oppakken. En ik denk dat je dan heel snel bij de kern van de problemen komt. En de lijntjes gewoon heel kort zijn, waardoor je een heleboel escalaties kunt voorkomen of uitplaatsingen naar speciaal onderwijs. Door passend onderwijs zal naar verwachting het aantal zorgleerlingen gaan groeien. En misschien neemt ook de zwaarte van de problematiek wel toe. Op de Willy Broiderschool zijn ze op de goede weg. Door nadrukkelijk te investeren in deskundigheid en expertise. Maar dat kan alleen met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Gaan er collega's weg, gaan collega's solliciteren naar een andere school, dan ben ik plotseling mijn expertise kwijt. Dus ik wil heel graag de deskundigheid steeds weer aangevuld krijgen binnen mijn team. Dat is 1. De tweede is dat is misschien de belangrijkste van het hele verhaal, is dat het samenwerkingsverband achter me staat. We hebben een zorgleerling, we hebben een vraag, dan moet er een expertise-team zijn, flexibel inzetbaar, passend bij een bepaald probleem,
die hier op school met de leerkracht meekijkt een halve dag en vervolgens met de leerkracht een plan van aanpak kan maken met praktische tips en goede adviezen voor deze leerling. Moet je het zo gaan doen. Dat lijkt me een goede weg.